het Rijksmuseum Twente een zaal met werken. Met het werk ook weer. Het grootste werk is van mij. Ja, met jouw avatar, avatar, ja. Hoofd. Ja. En dan allemaal toeschouwers. Ja. Maar dat was voor mij zo van onmogelijkheid van zoiets. Want ik heb nooit in een museum eigenlijk alleen gehangen. Ja. En toen dacht ik van, dat noem ik ook de museum imaginaire. Dus dat voelde ik toen. Het imaginaire museum. Maar nu is het niet meer imaginair, omdat ik erin sta. Het is echt. Het is echt. Maar het ging mij om plek te geven en het niet-westerse kunst ook. En mezelf een plek te geven. Ja.